Voel me goed. Ik ben terug van mijn blessure en ik hoop dat ik nu geen terugslag krijg en gewoon door kan gaan. Wat heb je nou precies gehad? Hamstring verrekt, 2 keer. Ik kwam terug eigenlijk de eerste keer. Ik denk dat ik de eerste keer misschien te vroeg ben begonnen. En waardoor ik de tweede keer een terugslag kreeg. Elke speler maakt gedurende het seizoen wel pijntjes en dat soort dingen mee. Hoe frustrerend is het eigenlijk? Jij kan het weten. Is zeker frustrerend, want elke speler denk ik, als je van voetbal houdt, wil spelen. En als het dan 2 keer op toe gebeurt, ja, dan krijg je op een gegeven moment wel even een downperiode. Ben je helemaal terug? Ja, ik ben zo goed als helemaal terug, ja. Ik zie net die jongens afwerken en zo, dan blijf je nog even langs de kant zitten, klopt dat? Ja, klopt. Ik ga even wat voor mezelf doen. Dus vandaar, en, vandaar dat ik niet meer ging afwerken. Oké, nu ben jij centrale verdediger van FC Dordrecht, maar... Je komt van Ajax. Daar begon je eigenlijk als spits, of niet? Ja, ik begon als spits. Ik heb eigenlijk bij Ajax overal gespeeld. Maar nu speel ik eigenlijk meer middenveld. Maar ja, bij Ajax speelde ik voornamelijk in de spits in de jeugd. Ja, dat klopt. Kan raar lopen? Kan zeker raar lopen, dat zeker. Wat voor spits was je al? Je bent natuurlijk een beer van de gozer. Ben je ook technisch goed? Of, Nou, ik moet zeggen, van mijn spitskwaliteiten vond ik niet slecht eigenlijk. Iedereen zijn mening is daarover verdeeld. Maar ja, uiteindelijk heb ik het niet als spits kunnen waarmaken. Ben ik als centrale doorgegaan. En ja, nu ben ik dat. Dat was onder... valt een bal op ons hoofd zo'n beetje. Dat was onder Fred Grim, geloof ik, of niet bij Ajax? Ja, Fred Grim was eigenlijk... even kijken, in de Aartjes. Ja, dat was het jaar dat ik naar de verdediger omtunde. Kijk, een jochie wil natuurlijk altijd goals maken, toch? Als je begint met voetballen. Was dat voor jou nog een beetje een klap? Of dacht je van, nou, dit wordt mijn kans om juist me op die plek te ontwikkelen? Nou, ik had een gesprek met een paar mensen van Ajax. Die hadden een paar dingen voorspeld. En toen zag ik het wel zitten achterin. Oké, uiteindelijk zijn die dingen niet zo doorgegaan. Maar ja, ik bedoel, ga er niet te lang om treuren. Nu gaan we gewoon door op deze positie. Dan bedoel je denk ik omdat je het uiteindelijk niet gemaakt hebt bij Ajax. Maar als het gaat om die positie, heb jij er misschien wel een voordeel van nu? Dat jij weet een beetje hoe een aanvaller denkt als je achterin staat? Ja, zeker. De meeste keren weet ik wel hoe een aanvaller kan denken. Maar ja, veel aanvallen spelen ook op intuïtie. Dus eigenlijk van krijgen ze het bal en dan denken ze van ze doen gelijk wat in hun hoofd komt. Dus ja, ik weet het niet altijd, maar 70 van de 100% wel. Verdedig jij als oud aanvaller dan ook op intuïtie? Nee, niet op intuïtie. Soms wel eigenlijk. Maar ja, als je dat te vaak doet, ga je eigenlijk een beetje gokken. Dat is niet zo goed. Nee. Nu zei je net, en dat verrast me bijna, nu ben ik eigenlijk meer middenvelder. Klopt dat? Ja, zoals jullie hebben gezien heb ik best veel wedstrijden op het middenveld gespeeld. Eerste helft van het seizoen. En ik denk dat de tweede helft van het seizoen ook zo gaat zijn. Is dat op dit moment ook voor jouw gevoel, de positie waar je het best tot je recht komt eigenlijk? Ja, voor mij maakt het niet uit waar ik speel als ik maar speel. En ik kan op elke positie spelen, dus dat maakt me niet uit. Maar middenveld is wel een lekkere positie, dat wel. Veel jongens hebben er juist last van, hè? Als ze multifunctioneel zijn. Dat ze dan eigenlijk niet een specialist zijn en daardoor telkens dan op de bank terechtkomen. Is dat nog een angst voor je? Of? Nee, ik heb geen angst. Ik bedoel, als voetballer heb ik nooit angst. Maar ik snap wel wat u bedoelt. Multifunctioneel kan ze voor- en nadelen hebben. Ik bedoel, de trainer kan denken van, hey, ik mis een speler. Hij kan daar. Maar andere keer kan hij ook denken van, jij kan op de bank, want je kan op elke positie invallen. Dus ja, het heeft ze voor- en nadelen. Maar angst heb ik zeker niet. Nu wacht die wedstrijd tegen Eindhoven. Ik ga er eigenlijk wel vanuit dat je gewoon zal starten, inderdaad, op het middenveld. Eindhoven, ja, dat is echt een gevaarlijke ploeg, hè, de laatste jaren in de Jupiler League. Ja, zeker. Ze hebben een aardige ploeg. En ik denk dat we wel scherp zijn. We hebben scherp getraind de afgelopen weken, dus ik verwacht wel een heel scherp Dordrecht morgen. Heb je al enig idee waar jullie staan? Want het is zo wisselvallig geweest de eerste seizoen zelf. Ja, klopt. Het is heel wisselvallig geweest. Maar met alle respect, ik denk wel dat wij gewoon bij de eerste 9 moeten zijn. Makkelijk. Maar ja, ik kan nu niet zeggen waar we gaan staan of waar we horen te staan. Het is aan ons om het te laten zien. En, Je zegt wel makkelijk. Dan denk ik, jullie hebben het niet goed genoeg gedaan nog. Nee, dat hebben we zeker niet goed genoeg gedaan. Want zoals u zegt, zijn we te veel wisselvallig. Dus vandaar dat we ook nu niet binnen de eerste 9 staan. Is dan Eindhoven een wedstrijd die je moet winnen? Of moet je zeggen, nou, dat is een ploeg die het zo goed doet. Staan geloof ik 4e nou, een gelijkspel is ook wel goed. Nou, ik ben eerlijk gezegd niet van dat. Ik ga altijd naar elke wedstrijd om te winnen. Maar Eindhoven is niet slecht, zeker. Dat niet. Maar ik ga niet daar naartoe voor een gelijkspel of wat anders. Alleen 3 punten is het belangrijkste. Tot slot, nieuw jaar, nieuwe kansen. Wie weet waar je terecht kunnen komen. Wat dan wel raar is, dit seizoen begint zonder Sharon Curiel en Everon Piesels. Die zijn geschorst. Harry van der Ham wilde er niet al te veel over kwijt. Maar dat zijn wel jongens met kwaliteiten. Die mis je toch, denk ik? Zeker. Elke speler die wegvalt in het eerste team mis je. Maar ja, het is jammer. Het is zo. Beslissingen zijn genomen. En
we moeten doorgaan. Maar kan je er iets over kwijt? Heb je enig idee wat er nou aan de hand is? Eigenlijk zelf weet ik het ook niet zoveel. Ik denk dat privéredenen zelf wat dan ook. Dus ik kan er niet veel over kwijt eigenlijk. Dat is wel jammer, want jullie hebben op dit moment niet de allerbreedste selectie natuurlijk. Nee, we hebben niet de allerbreedste selectie, dat klopt. Maar er zal ongetwijfeld nog wel wat bij komen, denk ik. Je weet het nooit hier, toch? Marco die komt weer met een paar konijnen tevoorschijn. Dat wel, maar ik heb wel vertrouwen in hem dat hij wat goeds brengt. Dus ja. Die hoge hoed staat hem goed, toch? Zeker weten.